Het natuurgebied Leudal, je blijft erover dromen. De weggetjes zijn soms wat smal, maar oh, je moet wel komen. Mooie bomen en bijzondere planten, dit bos blijft me maar verrassen. Je ziet mooie dingen aan alle kanten. Ik ga nooit van gebied verkassen. Je zou hier maar wonen, net zoals ik. Misschien zie je een das of een ree voorbij komen. Of een geit met een sik. We zijn met 3 initiatiefnemers en 1 van ons, Hans Levels, die had bedacht dat de verbinding tussen het klooster en de molen hersteld kon worden. Want we kijken hier naar 800 jaar geschiedenis. Dat is niet weinig. Dus hebben we bedacht dat we hier een opening konden creëren in de tuin van het zorgcentrum, waar we dus deze poort hebben laten plaatsen. En verder hebben wij een grote ronde door de tuin laten verharden met een aantal elementen langs het pad, waar vooral de mensen, de cliënten die hier wonen, van kunnen profiteren. Fase 1 is aan de andere kant en daar hebben we elementen aangebracht voor de kinderen. Dus dat zijn allemaal natuurlijke dingen. Een takrail en een vertelplek en een vlonder waar de kinderen macrofauna diertjes kunnen opvissen en die op naam brengen. En hier is dus vooral voor de oudere mensen. We hebben het genoemd een rolstoelvriendelijk familiepad. Hier op deze plaats veel zegen mag neerdalen en dat de poorten die mensen voor elkaar gesloten hebben wellicht open mogen gaan. De poort openen. Hey. We hebben van René Horst, een van de initiatiefnemers, de vraag gekregen om een bijdrage te leveren aan het pad. En het pad met de poort hierachter heeft uiteindelijk geleid tot een verbinding van de Sint-Elisabeth, het oude klooster, en een verbinding met de molen. Dus het komt eigenlijk totaal, de verbinding met het Leudal, het monumentale ensemble en de vrijwilligers die allemaal betrokken heeft besloten dat de provincie Limburg hier ook een bijdrage aan heeft geleverd. En wat vindt u van het pad? Heeft u het al gelopen? Ja, dat moet ik zo meteen nog doen, maar ik vind het fantastisch. Ik kwam hier als kind al. Ik had een oude tante, was non van mij, van de familie. En daar kwamen we regelmatig hier. En ik vond het altijd het Elisabeth Klooster prachtig om te komen. En nu met het pad ertussen, het Elisabethpad, is een echte verbinding met Leudal gemaakt. En ik hoop dat veel mensen ook van de tuin en het klooster mogen genieten. Want het is een prachtige plek om te zijn en te recreëren en tot rust te komen.